Hoi, een tijdje terug zag ik video's bij Vera Camilla en bij Live Life Gorgeous met hun tassencollectie. En dat vond ik zo leuk om te zien dat ik dacht, ja, ik wil ook zo'n video opnemen. Dus vandaag ga ik jullie laten zien hoe mijn tassenstash eruit ziet. Ik heb eigenlijk twee soorten tassen. De handtas die ik iedere dag meeneem. En klutjes voor feestjes of uitgaan. Dat zijn vaak wat compactere tassen. Ik zal ze allemaal stuk voor stuk laten zien. Ik heb hier een bak met eigenlijk vrijwel al mijn tassen daarin. Vooral de kleintjes. En dan heb ik nog drie grote die staan bovenop, omdat het er anders niet bij past. Even een kort achtergrondverhaaltje. Ik heb eigenlijk altijd al één tas gehad. Toen ik studeerde vooral, ik had altijd één handtas. En die gebruikte ik dan net zo lang totdat die stuk was en dan kocht ik de volgende. Pas toen ik echt fulltime ging werken en mijn eigen vaste maandsalaris had, ben ik gewoon meerdere tassen gaan kopen. En ik wissel ze om. Maar ja, weet je, ik ben nu 27. Voor degenen die dit kijken en denken, nou, kan je zoveel tassen hebben? Weet je, dan... Ik ben 27, ik werk fulltime, ik ben afgestudeerd en... Mijn tassensituatie 10 jaar geleden was heel anders dan nu. Dus als je hier niks mee hebt, dus je denkt, dat zou ik nooit mijn geld aan uitgeven. Ja, weet je, dit is mijn stash en ik wil hem graag laten zien. Ik heb eigenlijk maar twee echt designer tassen. Ik weet dat mensen verzamelen ze, we hebben er heel veel, maar ja, ik heb er niet heel veel, want ik vind het toch wel heel erg duur. Mijn eerste, dat is deze. Dit is de Louis Vuitton Speedy in 30. Die kocht ik, denk 6 jaar geleden. En ik heb daar toen ook uitgebreid een artikel over gemaakt. Daar heb ik heel lang voor gespaard. Hij was destijds volgens mij in mijn hoofd €430. En volgens mij is hij nu alweer €100 duurder. Hij is nog steeds even mooi als toen ik hem net kocht. En ik heb er ook een bodem voor gekocht. Ik krijg daar nog steeds mailtjes over met vragen. Hoe kom je daaraan? Dit is een bodem die heb ik los op eBay gekocht. Gewoon Speedy Red Bottom. Kan je zoeken, kan je voor een tientje kopen. En dan blijft hij mooi recht hier. Ja, en dit is dan het patroontje met de vakjes. Ik vind het LV patroontje, is wel cute, maar ik vind dit leuker. Gewoon klassiek. En ik draag deze nog steeds heel regelmatig. Dan kocht ik een paar jaar later mijn tweede Louis Vuitton tas. En dat is deze. En ik vind hem zo mooi. Er zit nu een soort van vulling in. Zo. Zodat hij mooi blijft. Dit is hem. Die heb ik... 3-4 jaar geleden gekocht. Dit is de Galliera. Die gebruik ik eigenlijk nog steeds meerdere keren per week. Ik vind hem zo mooi. En dit is hetzelfde patroon als deze. Alleen dan de lichte versie. Dit is een beetje de warme versie. Dit is een beetje de koele versie. Dus ik kijk altijd wat ik aantrek. En dan pak ik de een of de ander. En hij is op een bepaalde manier gemaakt. Waardoor hij tegen je lichaam blijft plakken als je hem draagt. Dus als je zo doet, dan gaat het niet van je schouder af. Super handig. Er past veel in. Ik sjouw tegenwoordig natuurlijk vaak mijn camera mee voor vloggen, eigenlijk altijd. En ja, deze tas is ideaal, want er kan de camera in en een portemonnee en alles erop en eraan. En dan nog ziet hij er gewoon niet te vol uit. Deze is een stukje duurder, deze is namelijk €1000. Dit is echt mijn duurste aankoop ooit, denk ik. Ja, dit is mijn duurste aankoop ooit geweest op het gebied van fashion. Maar ik draag hem al jaren, ik ben er al jaren verliefd op. En ik ben er nog steeds gek op. Het is nog steeds een everyday bag voor mij. En ja, ik hou er echt van. Het is echt, ik hou van deze tas. Er zijn eigenlijk mijn enige twee dure designer tassen die ik zelf heb gekocht. En ik ben daar hartstikke blij mee. Dan heb ik deze. Hier zitten nu mijn spullen in. Dit is een tas van Longchamp. Die zie je heel vaak op straat. En dit is een hele handige tas. Want het is een soort dun stofje. Deze heb ik ook al een jaar of 3, denk ik. En die tas is zo, er past zo enorm veel in. Mijn laptop past erin met kabels en camera erbij, spullen erbij, alles. En het past er gewoon in. Het is een soort heel erg sterke stof. Je hebt dit, een rits. En hier gooi je alles in. Het is echt, als je van praktisch houdt en toch een mooie tas wil, dan is dit... De meest praktische tas die je kan hebben. Ik vind hem erg mooi. Ik kocht hem destijds voor €70 geloof ik. Ik draag hem mega vaak. En dan heb ik nog twee grote handtassen die ik iets minder vaak draag. Maar waar ik ook heel erg gek op ben. Deze twee komen allebei van My New Bag. Dit is een roze. Sorry, ik weet de naam niet uit mijn hoofd. Maar het is vast te vinden op hun site. Lookalikes van hele mooie tassen. Deze is echt... Hot pink en pretty. Ik probeer een beetje veilig te blijven met de kleuren. Zoals je ziet is een beetje bruin, zwart.
ik hou van kleur in mijn kleding en dan wat klassiekere kleuren in tassen en zo. Maar dit is dan echt een leuke felle. Zo, ja, hij is echt heel erg mooi. En dit is mijn nieuwste, die is wat zakelijker. Iets zakelijkere tas. En ja, die is ook heel mooi. Nep croco leer. Super pretty. Dan gaan we over op de kleinere tasjes. En die zitten in deze plastic bak. Ik begin met mijn favoriet, namelijk deze. Deze kocht ik 2 jaar geleden bij River Island. Voor 20 euro of zo. Dit is echt mijn tas. Ik draag hem. Nou ja, het lijkt nu net of ik 80 keer wissel van tas per week. Oké, ik denk dat ik deze zeker op zijn minst 3 keer per week gebruik. Al zo enorm lang. Op vakantie, als ik op reis ben, waar ik ook heen ga. Ik heb heel vaak deze tas mee. Waarom? Het formaat is precies goed om mijn camera in te doen. En mijn belangrijke dingetjes. Dus zeg maar portemonnee, sleutels en dat soort dingen. En meer niet. En hij is zo soepel. Dus het kan er precies goed in. Dan kan hij precies goed dicht. En that's it. Dan heb ik een klein tasje waar alles in zit. En ik ben zo gek op deze tas. Ik ben al super, super lang op zoek naar een vervanger voor deze. Want ik ben bang dat hij begint echt een beetje uit elkaar te vallen nu. Dus als iemand een tas weet die te vergelijken is met dit model. En met name het soepele ervan. Dus dat hij zo soepel, ja, zo'n maatje. En zacht. Dus dat hij dus, ja, dat er bolling in kan omdat er veel spullen in moeten. En het liefst met vakjes zoals deze. Nou, laat het even weten. En hij heeft een lange hengsel, hij is zwart-wit, past overal bij. Oh, ik ben gek op deze tas. Dan, deze tas die kocht ik in Dubai en wilde ik eigenlijk een soort van de vervanger van deze maken. Maar toch gebruik ik deze vaker. Dit is een lookalike van een Chanel tas. Ik weet het niet echt, maar de echte kost 4000 euro. En dat heb ik nou echt niet over voor tas, sorry. Het is gewoon een goede lookalike. En dit is hoe die eruit ziet. Sorry, ja, weet je, bij 4000 euro denk ik kan daar minstens 4 keer van op reis. En ja, daar geef ik liever mijn geld aan uit. Ieders ding natuurlijk. Hij is hartstikke mooi. Ja, het is gewoon een leren tas. Chique mooie leren tas. Dan nu mijn kleine party tasjes. Als eerst deze. Dit is echt een van mijn favorieten. Die heb ik geërfd van mijn oma. Toen zij overleed, toen mocht ik wat spulletjes uitkiezen bij haar. En ik vond deze ontzettend gaaf. Hij heeft ook een hengsel eraan. Zo. En het is een clutch. En op zich, als ik geen camera mee heb, past alles hierin. Ik vind hem erg mooi. Hij ruikt zelfs een beetje naar mijn oma. Dus een bijzonder tasje voor me. En ik gebruik hem ook echt wel met liefde. Dan deze tas. En dit is ook een designer tas. Die heb ik als een soort hand-me-down gekregen van iemand. Dit is een tas van Versace. Ik vind hem prachtig. Hij heeft een soort gouden hengsels met aan één kant rozen eraan. Het is echt een beetje vintage tasje. Ik vind hem heel, heel, heel erg mooi. Ik gebruik hem regelmatig als ik een feestje heb. Als ik gewoon niet veel mee hoef te nemen. En hij voegt, ja, toch een soort van chique stijl toe. Ik ben heel blij dat ik hem heb gekregen. En ja, ik vind hem heel mooi. Dan deze kleine clutch van Swarovski. Die is ook echt zo cute en zo mooi. Het is gewoon een prachtige clutch. Ik doe hem even dicht. Past bijna niks in. Mijn mobiel past er net in als ik het hoesje eraf haal en ik squeeze hem ertussen. En verder wat pasjes, wat geld en een sleuteltje. Maar ja, ook dit is echt een eyecatcher. Ik had hem laten mee toen ik naar Cannes ging. En ik kreeg er best wel veel complimentjes over ook. Dus echt een heel, heel, heel mooi tasje. Dan dit tasje van Karen Millen. Wie weet nog wanneer ik hem kocht. Ik heb hem ooit gekocht in combinatie met een paar hakken voor een outfit. En dat was toen... nou vertel ik het wel. Maar toen vloog ik voor een feestje van Google naar het buitenland. En ja, dit tasje doet me altijd denken aan die tijd dat ik daarheen ging. En dat ik toen zo best wel overdressed was. Er is nog een video van hoor. Maar ik vind hem nog steeds hartstikke mooi. En ik gebruik hem nog wel eens. Soms ook als cameratas. Dan heb ik gewoon mijn gewone handtas mee. En dan deze neem ik mee en zet mijn camera erin. En ja, ik heb dus matchy hakken erbij. En die trek ik erbij aan. En dan klaar, weet je. Dan is in principe je outfit matched al. Dus super leuk. En tenslotte deze klus, die heb ik cadeau gehad van een paar bezoeksters jaren geleden. Ik weet niet van welk merk die is, maar hij is echt ontzettend handig. En ja, alles past erin, zelfs mijn camera als ik wil. Ik vind hem gewoon heel erg mooi. Zo. Ik gebruik hem eigenlijk meestal als ik een feestje heb en ik heb een klusje nodig. Dus dit is de eerste die ik grijp, omdat ik gewoon, nee, ik vind hem toch het leukst. En ja. En dit is het, dit was mijn handtascollectie. Je zou kunnen zeggen dat dit mijn 4 everyday tassen zijn. Dus de 2 Louis Vuitton tassen. Deze en deze.
En de rest wissel ik een beetje af. Als ik een feestje heb, pak ik elke keer wat anders. En soms pak ik de andere grote tassen. Maar dit zijn echt mijn vaste tassen. Als ik alles weg moest doen, dan hield ik deze 4 over. En zou ik dat blijven gebruiken. En dit was het. Dit was mijn tassencollectie. Ik hoop dat je dit leuk vond. Als jullie nog een tip hebben wat betreft een tas die een beetje zo is. Oeh, ik heb trouwens een paar tassen gehad van Primark die ook zo waren. Maar die gingen helaas best wel snel stuk. Ik zoek echt iets duurzaams. Zowel, weet je, echt leer. En dat ik een paar jaar ermee vooruit kan. Dus laat je suggesties achter. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Echt een hele mooie lipgloss. Mooie verpakking ook. Het kwastje is ook heel bijzonder. Een soort zigzag kwastje.